Nou, onder andere met meer bakjes in, in de stad. Uh, we hebben een idee dat de postbodes uh, uh, naar ouderen gaat, gaat omkijken. Een signalerende functie krijgen. Dat idee leeft al in, in Frankrijk en in België. En ook Nederlandse gemeentes doen dat al. Ja, en we willen uh, voldoende pin- en uh, brievenbusvoorzieningen. Kortom. Terug stad... naar de jaren 50 bijna. Nee, maar wel een stad. Ja, maar goed, dat is ook de tijd waarin onze ouderen zijn opgegroeid. En we moeten zorgen dat de voorzieningen blijven die, die ouderen nodig hebben. Ja, en dat we ouderen daarbij uh, serieus nemen. Maar gaat de gemeente eigenlijk wel over brieven? Brievenbussen en pinautomaten? Nee, maar de gemeente is natuurlijk wel een onderhandelingspartner van Post.nl en kan wel druk uitoefenen om te zorgen voor pin- en brievenbusvoorzieningen. Bijvoorbeeld ook in supermarkten, dat daar een brievenbus komt en daar kan de gemeente een sturende rol in hebben. En uh, Den Haag moet ook uh, een seniorenpardon invoeren. Hè? Dat gaat dan over werkgelegenheid. Wat bedoelt u daarmee? Nou, je hebt heel veel mensen boven de 55 jaar die uh, een baan verliezen. en uh, die maar niet aan, een, aan het werken toekomen. Ja, en wij zeggen: zet die mensen in als uh, vrijwilligers voor de stad. En geef die mensen een seniorenpardon. en uh, dat ze niet meer verplicht hoeven te solliciteren. Want ja, heel veel uh, solliciteren zich helemaal wezenloos. en komen niet aan een baan. Ja, dat vinden wij weinig zinvol. En dan zeggen wij: uh, een seniorenpardon voor uh, die ouderen die echt niet meer aan het werk komen. Maar. Uh, Verplicht uh, vrijwilligerswerk doen. Ja, dan wel wat daarvoor voor terug doen uh, voor de stad. De stad kan heel veel dingen uh, gebruiken, bijvoorbeeld in het onderwijs. Uh, dat is ook, ook een idee van ons: school 55 plussers die werkloos zijn om en die dat kunnen tot, tot leraar. Dus ja, ideeën te over om, om ouderen aan het werk te helpen. Maar voor hen die echt niet aan het werk meer kunnen, ja, geeft dat seniorenpardon. En dat dat iets tegenover staat, bijvoorbeeld uh, bij een uh, vrijwilligerswerk, bij een, een voetbalclub of bij een andere sportvereniging. Ja, dat is dan uh, de tegenprestatie.